In deze video gaan we naar een verlaten Sovjet militaire locatie in het bos van Oost-Berlijn. De locatie diende als academie voor DDR-functionarissen. Na het vertrek van de Sovjets werden veel bazen gesloopt of verlaten. Enkele gebouwen van Varsina blijven als monumenten staan. Gebouwd voor de Tweede Wereldoorlog, te midden van de gerenoveerde Sovjet-locaties is het een uniek gezicht. Het bewaart de geschiedenis en het vertelt het verhaal van een tijdperk dat voorbij is. Yo beste kijkers, welkom bij weer een nieuw avontuur van Lost Buildings. Vandaag zijn we in de buurt van Berlijn, Oost-Duitsland, voormalig Oost-Duitsland. En we gaan op zoek naar een soort gebouwencomplex waar vroeger Russisch werd onderwezen. Yes. Je kijkt naar Lost Building. Ik kijk naar Lost Building. Oh, hier is een ingang. Ja, kijk. Dit was wel een school. Denk ik. Hier staan nog wel redelijk wat spullen in. Ja, gaan we eens kijken wat hier is. Ja. Russische kalender. Oké. Je mag wel redelijk iets aan hebben, zie je? Ja. Het is wel helemaal vergaan wat je wel ziet, ja. Gebouw. Van een trappenhuis. Ja. Ja. Het is zoals veel gebouwen in hier in de DDR allemaal leeg. Ja. Alles wat ze nog konden gebruiken is er ook echt uitgehaald. Ja.
Ik denk niet eens zeer door Van Dalen, ik denk gewoon door de overheid zelf misschien. Ja, dat kunnen we nog wel gebruiken. Hier op zolder is hier. Ik heb het niet, hè? Nee, oké. Volgens mij is het weer super groot. Ja, denk ik wel. Deze deuren zijn licht. Ik heb het idee, mensen, dat de zon ook bijna ondergaat. Als je een beetje ziet. Ik heb geen lamp bij mij nu nog. Niet. Of zit in de tas. Ja. Wow. Nou, kachel. Ja. Oh, zo hé. Dit was opslag. Ja, dit is sowieso opslag, ergens van. Dit ook, kijk. Ja, 1987, best wel oud, ja. Maar dit hebben mensen hierop geplakt. Kan niet anders. Ja, niet vanzelf. Nee. Oh. Ja, geen idee wat dit moet, wat dit is. Of het, ja, het is lijkt. Glaslokaal. Ja. Leslokaal. Echt een hele oude stijl. Hier was ik net. Oh, cool. Ik ging net die shirt die net weer was halen. Ja. Hier was het op zich. Dit zie je nu niet meer veel bij scholen, echt van die, dat soort... Nee, hier, viswagen. Douches, wc's. Oh, wauw. Heel pijpwerk boven. Zo. Ja, dat is toch niet voor te stellen? Nee, inderdaad. En dit is redelijk nieuw, dit is, hebben we nu ook. Ongeveer. Dat is misschien wel een soort restaurant dan. Dus weer dezelfde ruimte, maar dan net zoals boven. Ja, dit is echt wel interessante urbex, ook gewoon omdat het zo gigantisch groot is eigenlijk. Dit heb je eigenlijk in België dan weer niet, zeg maar.
Ja. Ja. Is een bak. Directeurskamer of iets dergelijks. Ja. Ja, één verdieping nog. Als het allemaal lokaal is, dan... Ja, dan is het ook niet... Toch? Ja. Zeker. Ja, dus, het is weer exact hetzelfde ja. Kopie. Ja. Kijken dat het echt zo is. Ah, is iets anders. Maar het houdt niet over. Deze vloer is niet heel sterk trouwens. Tussenbandje. Ja, of dit was voor de jongere kinderen of zo. Dat kan ook, hè? Waar? Ja, verderop. Niks nieuws. Ah. Niks nieuws. Afslag. Wauw. Hele oude kist. Daar staan nog wat dingen. Daar. Wow. Wow. Wat is dat voor ding? Ja, ik heb geen idee wat dit is, mensen, maar als jullie dat kunnen vertellen, dan ziet dat duidelijk dit iets van de. Dit is een grote opslag. Kijk, dit was dan een. Hier sloegen ze dan waarschijnlijk het eten op of iets anders. Vet grote ruimtes met houten stellings. Oh ja. Ja, dat verwacht ik ook, ja. Kijk, alle mos op mos op grond, ja. Het zijn wel van die mooie ruimtes hoor. Met het plafond ook dat helemaal afbrokkelt. Yeah. Ja mensen, dit hebben we even meegepikt op de terugweg, maar we gaan nu verder met onze terugweg. Yo beste kijkers, bedankt voor het kijken naar deze super vette video. Wij zijn weer op terugweg naar onze auto. En ja, dit was echt een super groot complex. Gewoon gigantisch veel gebouwen. Hier ben je echt uren mee bezig om dit allemaal te ontdekken. Zien jullie bij de volgende. Later.